although we have in the past spent time discussing the unique role of Bezalel, we return to him again today. Alhoewel we in het verleden al vaker hebben gesproken over Bezalel, gaan we dit keer hier op door. Specifically, we'll begin in Exodus chapter 35. En dan beginnen we in Exodus hoofdstuk 35. Where at the end of the chapter, beginning with verse 30, Moses repeats, because we've seen this already, the charge, the special role of Bezalel. Dan zien we dus dat Mozes tegen de Israëlieten spreekt. Dat is een herhaling van het feit dat Bezalel hier een rol toebedeeld krijgt. Beginning with verse 30. And Moses said to the people of Israel, see, God has called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur of the tribe of Judah. Mozes zeide tot de Israëlieten, zie, de Heere heeft Bezalel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda, bij name geroepen. And we'll continue with verse 31. He has filled him, God filled him, with the Spirit of God, in wisdom, in understanding or sagacity, and in knowledge, and in all manner of workmanship. En staat, hij heeft hem dus bij name geroepen en hij heeft hem vervuld met Gods geest. Dus God vervult hem met zijn geest, met wijsheid, inzicht en kennis, en dat voor allerlei werk. And the next four verses detail what Bezalel and likewise what Aholiab, the son of Ahisamach of the tribe of Dan, are supposed to be doing with all those who are wise of heart. Dat is dus, gaan we hier dus in de volgende vier zinnen lezen wat Bezalel en Aholiab voor taken toebedeeld krijgen. And then after those four verses, we begin chapter 36, and we read once again this charge of Bezalel. En dat gaat dus door in hoofdstuk 36, zoals je ziet, naar die vier taken. En in hoofdstuk 36 is er opnieuw dus het feit dat Bezalel en Aholiab worden aangesteld voor iets. And we'll note once again, this time with respect to all the wise-hearted, these attributes of wisdom, understanding or sagacity, and knowledge as the basis of them doing the work of building the sanctuary according to all that God commanded. Is dus dat ze opgedragen krijgen om met inzicht en wijsheid van de Heer gekregen om daar dus te doen voor het heilig, ten dienste van het heiligdom. Now the truth is that what we read in Exodus chapters 35 and 36 are really reiterating what we already saw in Exodus chapter 31, where Bezalel is first introduced. En dit is dus, zoals je kan zien, een herhaling van het feit wat we al in hoofdstuk 31 van Exodus hebben gezien, waar Bezalel dus de taak toebedeeld krijgt. This is, again, the first place that Bezalel appears in the Bible. And the themes are basically the same themes. That is, God spoke to Moses saying, then verse 2, see, I have called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah. Dan zien we dus eigenlijk weer een herhaling van wat we dus ook in 35 en 36 zagen, dat de Heere dus tot Mozes sprak, en zegt, zie, ik heb bij name geroepen Bezalel, de zoon van Uri, de zoon van Hur uit de stam Juda. And once again, the same expressions that we saw in Exodus chapter 35 and similarly in 36, I have filled him with the Spirit of God in wisdom and in understanding of sagacity and in knowledge and in all manner of workmanship. En dus ook weer die herhaling die we in 35 en 36 ook zagen en hem dus vervuld, staat er,
met Gods geest, met wijsheid, inzicht en kennis. En dat voor allerlei werk. Now, what's especially significant in Exodus chapter 31, which we didn't see in Exodus chapter 35 and into 36, is a list of the projects that God has commanded. En dan zien we dus in wat we niet zagen in 35 en 36, is dat we hier in 31 dus wel zien, eigenlijk een lijst met taken met betrekking tot, tot het heiligdom. That is, in verses 7, 8 and 9, we read first the tent of meeting, that is the structure. Then the ark of the testimony and the ark cover that is upon it, and all of the furniture of the tent. Er staat dus de tent der samenkomst, dat is dus de structuur van het bouwsel, de ark van de getuigenis, het verzoendeksel dat daarop ligt, en al het gerei van de tent. And after speaking of the holy ark, the other vessels that are the furnishings inside the tent are listed as the table with its vessels, the pure candlestick, the menorah, with its vessels, and the incense altar. Er staat dus ook het overige gerei, hè? Er staat dus de tafel met het gerei, de kandelaar van louter goud, met al zijn gerei, de menorah, en het reukofferaltaar. And after listing the vessels that are inside the tent, in verse 9, the vessels that are outside the tent, that is, the altar of burnt offering with all its vessels, and the laver and its base. En dan hebben we dus hier gezien het gerei, zeg maar, wat binnen in de tent zich bevond. En dan gaat in vers 9 het dus over naar datgene wat buiten te vinden was, namelijk het brandofferaltaar met al zijn gerei, het wasvat met zijn voetstuk. Now, the truth is, this list did not appear in the verses we saw at the end of chapter 35 and into chapter 36. But the list does appear at the beginning of Exodus chapter 35, and in fact appears with somewhat greater detail than the list that we see here in Exodus chapter 31. Dus is het zo dat we in Exodus 35 en 36 dit dus niet zo zien genoemd? Maar dat we wel in 35 en 36 zien, eigenlijk een soort van diepere beschrijving daarvan. That is, in chapter 35, beginning with verse 11, we have a somewhat more detailed list, same basic order of the list, starting with the tabernacle, its tent, its covering, its clasps and its wards, its bars, its pillars and its sockets. This is verse 11, and it describes, again, the structure. Dan zien we dus ook weer het feit dat die structuur dus weer wordt aangehaald, zoals je ziet in Exodus 35, vers 11. Dus de tabernakel, zijn tent en zijn dekkleed, zijn haken en zijn planken, zijn dus eigenlijk een diepere uitwerking van wat we al zagen in Exodus 31. Then in verse 12, same order. The ark and the staves of the ark cover, and the veil of the screen that covers the holy of holies where the ark is placed. En dan staat er in vers 12 de ark met haar draagstokken, het verzoendeksel en het voorhangsel ter bedekking, wat voor het heilige der heiligen. And then in verses 13, 14 and 15, the other vessels, the furnishings that went inside the tent, and in the same order as we saw them in Exodus chapter 31, the table and its staves and all its vessels and the showbread, the candlestick also for the light and its vessels and its lamps and the oil for light, and the altar of incense and its staves. Ja, staat dus ook in vers 12, 13, 14, 15, dus hè, ook weer die uitwerking van datgene wat in de tent begon. De tafel met haar draagstokken, al haar toebehoren en het toonbrood, de lichtkandelaar met zijn gerei, zijn lampen en de olie voor het licht. And once again, as again we also saw in the passage in Exodus chapter 31, we end off the list
with the vessels that are placed not inside the tent, but outside the tent, the altar of burnt offering, its grating of brass, its staves and all its vessels, and the laver and its base. Zien we dus ook dat in vers 16 en 17 het eindigt met de gereedschappen zeg maar, die zich buiten bevonden. Dus daar zien we ook het brandofferaltaar weer met de bijbehorende koper traliewerk, zijn draagstok en al zijn gerei, en het wasvat met zijn voetstuk. We can't help but noting that this order, in an intuitive sense, makes a lot of sense. Het is goed om hierbij op te merken dat het eigenlijk dus een hele logische opbouw is, als we hier naar kijken. After all, the natural order is first to speak of the building, because if you don't have a building, where are you going to put the furniture? So you speak of the structure, then you speak of the vessels, beginning with the core, the holy ark that is in the Holy of Holies, then the other vessels that are inside the sanctuary, and then the vessels that are outside. En dus het is eigenlijk logisch dat je dus begint met de structuur, het gebouw als het ware, dus de tent der samenkomst, en dat je vanuit daar dus werkt met de, ja, het gerei zeg maar, wat zich daarin bevindt. Dus de ark, daarna dus naar buiten toe, het offeraltaar enzovoort. This makes a lot of sense. It is, after all, the order that we saw both in Exodus chapter 31 and in Exodus chapter 35. En het is een hele logische volgorde, want het is dezelfde volgorde die we zagen in Exodus 31, maar ook in Exodus 35. Which makes it all the more glaring that when we are first introduced to the commandments to build the tabernacle and all of its vessels, the order is a fundamentally different order. Is het zo dat het feit is dat we lezen in Exodus 31 dat het eigenlijk iets heel bijzonders is, omdat het eigenlijk met elkaar dus verbonden is en daardoor fundamenteel is. Now, remember, the logic of what we saw in Exodus chapter 31 and Exodus chapter 35 is it's pointless to talk about furnishings until you have a building, a structure, to put the furnishings into the structure. En het is dus een logische opbouw als je kijkt naar Exodus 31 en 35, met name omdat je eerst een gebouw nodig hebt om er vervolgens meubilair in te kunnen plaatsen. Well, in Exodus chapter 25, when we first read about the tabernacle, there is no talk of the structure at the beginning. En als we kijken in Exodus 25, vers 15, is het zo dat er eigenlijk nog helemaal geen notie van is van het gebouw zelf. The first thing on the list, they shall make an ark of acacia wood. Staat er dus het eerste wat er op de lijst vermeld staat, is dat ze een ark moeten maken van acacia hout. I'm not going into all the details of the specific commandments. That is, obviously, you can read that inside Exodus chapter 25. I realize our time is limited. The emphasis in the last verse in describing the ark is that's where you put the testimony. The tablets of stone with the Ten Commandments that I will give you. Dus het voelt te diep om nou hier heel erg op in te gaan, dat we nou zo beginnen in hoofdstuk 25, vers 10. Maar die ark, dat eindigt eigenlijk in vers 16. Daar staat in de ark zult gij de getuigenis leggen die ik u geven zal. Then in verse 17 we read about the ark cover. That always comes after the description of the ark, after all. Dus zodat we dan vers 17 lezen van het verzoendeksel, wat altijd volgt op het feit dat de ark genoemd wordt. Then we read about two of the other vessels that are inside the tent of meeting, inside the sanctuary, specifically the table, starting in verse 23, and the candlestick, the menorah, starting in verse 31. Dan is het zo dat er dus vervolgens een aantal stukken als zagerijen worden genoemd die zich in de ark of in de tent der samenkomst bevonden, namelijk de tafel in vers 23.
En in vers 31 de kandelaar, de menorah. We still haven't seen anything in Exodus chapter 25 with respect to the structure, the building. Where is all this going to be placed? Maar dan zie je dus eigenlijk, als je in vers Exodus 25 leest, zie je dus nergens iets over het gebouw, de structuur waar het zich in, die meubilair in moet worden geplaatst. For that, we need to turn to Exodus chapter 26. En daarvoor moeten we ons wenden naar Exodus 26. The opening verse, verse 1, you shall make the tabernacle with 10 curtains that are sewn together into 2 bands. Staat er dus dat de tabernakel, dat gij die maken zult van 10 tentkleden in vers 1, van getwierend fijn linnen. Dat was allemaal genoemd. Over those curtains, which are described in the first verses of the chapter, beginning with verse 7, we read of another covering that goes over the first covering made of curtains of goat's hair. Staat er dus in vers 7 dat er ook nog een tentkleed overheen komen van geitenhaar. Then in verse 14 we read about yet another covering. It's not clear if this is one covering or two more coverings. A covering of ram's skin dyed red and a covering of seal skins above. Staat dus in vers 14 dat er ook nog een dekkleed wordt gemaakt. En even de vraag of dat een dekkleed is, want daar weer overheen komt van hetgene wat we in vers 7 laten of ergens anders over. Maar van rood geverfde ramsvellen en een dekkleed van pagasvellen daaroverheen. So these are the coverings. Covering what? Dit zijn dus de dekkleden. Alleen de vraag is, wat wordt er dan bedekt? That's what we read. Beginning in verse 15, you shall make the boards for the tabernacle of acacia wood standing up. Staat er in vers 15, en dat is dus de reden, hij zult de planken voor de tabernakel maken en van acacia hout, rechtop staande. These boards are made in a very carefully designed manner so that you have walls that surround the tabernacle on 3 sides, and then of course there is the opening of the tabernacle, which is a curtain in the front. Het is dus zo dat deze planken dus op een bijzondere manier geplaatst werden aan 3 zijden en 1 zijde natuurlijk voor de opening. En er staat in vers 30 daar iets over vermeld. So there are these 2 vertical curtains, that is in verses 31 and 32, we read of the curtain that serves as the partition between the holy part of the sanctuary and the holy of holies. That's the back of the sanctuary. Dus in vers 31 wordt er dus gesproken over twee voorhangsel, kleden zeg maar, voorhangsels. Eentje voor het heilige en eentje voor het heilige der heiligen. And then finally in verses 36 and 37 we read of the curtain that serves as the screen of the entrance of the sanctuary. En dan wordt er in vers 36 en 37 ook gesproken over een gordijn wat dienst deed als ingang van de tent. Now I realize we're getting rather detailed here in technicalities, aren't we? En ik moet toegeven, het is wel vrij gedetailleerd allemaal uitgewerkt. Of niet? Some people may be wondering, am I urging you to go out and get the wood and start building your own sanctuary? Dus de vraag eventjes, met wat voor doel wordt dit nou genoemd? Moet ik nou een aantal planken gaan pakken en aan de slag gaan om een heiligdom te bouwen? Of course the answer is no. Antwoord erop is natuurlijk nee. But then, while the answer is no, God still ordained that these rules, this very detailed description of the building of the sanctuary, is to be included in the eternal teachings of His Word in the Bible. Alhoewel dat dus niet het geval is, is het wel zo dat God bepaald heeft
dat deze teksten die heel gedetailleerd vertellen hoe de samenkomst eruit moet zien, heeft bepaald dat dat van eeuwigheidswaarde als het ware is en in de geschriften is opgenomen, deze uitleg hiervan. Remember that the Bible, even when it is conveying to us history, is not coming to teach us history. En zoals je weet is de Bijbel niet gemaakt om ons een leuke geschiedenisles te geven. So we need to glean from what seems to us to be a very technical description the important messages for us and for our lives. We moeten misschien eventjes afstappen van het feit dat dit alleen maar slechts een technische beschrijving is van dingen. Maar dat het iets is wat ons lessen kan leren over het leven. To just round out the rest of the picture, in the opening chapters that describe the rules for the construction of the sanctuary, in Exodus chapter 27, we read of the construction of the altar for burnt offerings that is placed outside of the tent in the precinct of the courtyard that surrounds it. Dus we hebben het net gehad over de technische details en betrekking tot de tabernakel en zijn inhoud. We gaan nu over in vers 27 gaat over het brandofferaltaar, wat in de voorhof stond. And finally, in Exodus chapter 30, we read surprisingly late about the altar for burning incense. That's the beginning of Exodus chapter 30. And beginning with verse 18, we read about the laver and its base where the priests are to wash their hands and feet. Zien we dus verder in vers Exodus 30. Wordt er geschreven over het reukofferaltaar. En dat is vrij laat dus. En daarna dus nog pas over in vers 17 en 18. Dat de Heer spreekt dat er een vat van koper moet worden gemaakt. Zodat de priesters hun handen daarin konden wassen. Now inevitably there are many layers that can be addressed in considering what we're reading here. But of by far the greatest importance and the most glaring inversion of order is that, again, in Exodus chapter 25, we read about the ark and the other vessels that go inside the sanctuary. And it seems baffling. We haven't even read about the sanctuary. The sanctuary is only described, the curtains, the boards, all the details, in Exodus chapter 26. Is het zo dat, wat betreft Exodus 27, het is zo dat we dus vrij laat dit pas te horen krijgen en ook eigenlijk niet weten, het heilige der heiligen bijvoorbeeld, wordt eigenlijk helemaal niet beschreven. Alleen dus die voorhangsels die we besproken hebben, voor de rest dus niet. Now, of course I need to make an admission here, because the way we started was, you might have noticed, in a way, backwards. Dat is goed om hier eventjes iets over te zeggen. Zoals je misschien gezien hebt, zijn we steeds verder teruggegaan in Exodus. That is, we started considering the list of the various operations, what need to be designed and built in Exodus chapter 31 and Exodus chapter 35. We zijn begonnen in Exodus 31 en Exodus 35, waarin duidelijk werd beschreven hoe bepaalde zaken moesten worden uitgevoerd. And as a result, we're asking, why is the order in Exodus chapter 25 and Exodus chapter 26 so very different? En we vragen ons af, waarom is dan die beschrijving die in Exodus 25 en 26 wordt genoemd, dan zo anders? Of course, as you well realize, we could have asked it the other way around. Looked at Exodus chapter 25 and Exodus chapter 26 and then asked, why are the lists in Exodus chapter 31 and Exodus chapter 35 so different? Dus misschien goed, je zou je eigenlijk af moeten vragen om het juist op de andere wijze te lezen. Dat je dus begint in Exodus
25 en vervolgens je af gaat vragen, maar waarom is die lijst die, met uitvoeringen die in Exodus 31 worden genoemd, waarom is die zo anders? Well, as we'll see in a couple of moments, there's a reason for my presenting it in this manner. En er is een reden voor dat ik u op deze manier hierin mee heb genomen. The anomalous order is the first order. The order in Exodus chapter 25 and Exodus chapter 26. De vastgestelde orde is die in Exodus 25 en Exodus 26. It's the order that really doesn't make sense to us, because after all, what are you going to do with the furnishings if you don't have a structure yet in which to put them? En is het eigenlijk een hele aparte opbouw, want je begint dus eigenlijk met meubilair zonder eigenlijk te weten waar je überhaupt dat zou moeten plaatsen. The list that we read in Exodus chapter 31 and again in chapter 35 makes sense. You have a place before you make the furniture. Is eigenlijk de opbouw die we zien in Exodus 31 en 35 heel logisch. Want je hebt dus een gebouw waar je meubilair in gaat plaatsen. What changed between the description in Exodus chapter 25 and Exodus chapter 26 and the lists in Exodus chapter 31 and Exodus chapter 35? Wat is er dan zo anders met betrekking tot wat beschreven wordt in Exodus 25 en 26 en datgene wat later beschreven wordt in Exodus 31 en 35? The short answer to that question is, what changed is in Exodus chapter 31, as we already noted, Bezalel is first introduced to us. Is het dit verschil wat we op kunnen merken, namelijk dat in Exodus 31 Bezalel wordt genoemd, die wordt genoemd en dus niet in Exodus 25 en 26. Bezalel is the one who will actually run the construction process for everything having to do with the tabernacle. Bezalel wordt hier dus aangesteld als een soort van opzichter om datgene dat hij verantwoordelijk is voor datgene wat gebouwd gaat worden voor de tabernakel. Well, he follows the list in Exodus chapter 31 and in Exodus chapter 35. He goes after that order, not the order of Exodus chapter 25, Exodus chapter 26. Krijgt daar dus een orde aangereikt, een volgorde aangereikt in Exodus 31 en 35. Die anders is dan de volgorde van Exodus 25 en 26. It becomes very obvious when we read about the actual construction. Dat is logisch als we kijken naar het bouwwerk wat dan gebouwd gaat worden. Now, I feel I should stress here that this is something that becomes very obvious when you read these chapters in the Bible, that the detailed description of each of the vessels and of the curtains and the boards, the structure, the detailed description is so similar to what we read in Exodus chapter 25 and Exodus chapter 26 and so on, that you wonder, what are we supposed to learn from this repetition altogether? Je bent al gauw geneigd om te denken van ja, maar de beschrijving die je vindt over het meubilair, zeg maar, en het bouwwerk, wat eigenlijk gelijk is aan in Exodus 31 en 35, zie je op dezelfde wijze eigenlijk weer terug in Exodus 25 en 26. Waarom die herhaling van zetten? Because again, remember, it's not a history book. It's here to teach us something for our lives. What are we supposed to learn from it? Want zoals ik al zei, het is niet een geschiedenisboek, het is juist een boek waarom je leert over het leven. Wat moeten we hiervan leren? But the order of the list, that is critically different. Is dat de volgorde van de lijst echt op kritieke punten verschilt? Again, beginning in Exodus chapter 36, the order of the construction follows precisely the order in the list in Exodus chapter 31 and 35, not the divine commands that we read in chapters 25 and 26. So dit, op dit punt is totaal verschillend, is dat hier de volgorde wordt gevolgd die in Exodus 31 en 35 staat genoemd,
en niet de volgorde zoals die is opgelegd in Exodus 25 en 26. So, in Exodus chapter 36, just to see this briefly, because I don't want to get too technical here. Beginning in verse 8, we read of the curtains, the tabernacle, the 10 curtains in verse 14, the 11 curtains of goat's hair in verse 19, the additional coverings of ram skins dyed red and seal skins. Ja, staat er dus in Exodus 36 vers 8, staat er dus dat de kunstvaardigen onder de werklieden de tabernakel maakten met 10 tentkleden. Er staat verder genoemd in vers 14 dat men ook tentkleden maakte van geitenhaar. In vers 19 wordt genoemd, ook maakte men een dekkleed voor de tent van rood geverfde ramsvellen. En dan, beginning with verse 20, we read of the boards of the tabernacle. We lezen in vers 20 dus dat men de planken maakte voor de tabernakel. And in the continuation, beginning in verse 35, we read of the screen inside the tabernacle that separates the holy area from the holy of holies. We lezen dus ook in vers 35 van dat men dus een voorhangsel maakte om het heilige van het heilige der heiligen te scheiden. And finally, verses 37 and 38. Describe the screen at the entrance of the tabernacle itself. Er staat in vers 37 en 38 staat een beschrijving van de gordijn voor de ingang van de tent. By the time you finish Exodus chapter 36, you have a completely finished building. An empty building, because you haven't made anything to go inside. But you have a completely finished building with the boards, the curtains, the screens, everything. Has been done. Dan is het zo dat je dus in Exodus 36 duidelijk leest, wanneer je Exodus 36 afgerond hebt, dan heb je eigenlijk een compleet bouwwerk. Dus er zit nog geen meubilair in, maar het bouwwerk zelf is compleet. Then, in Exodus chapter 37, we read of the making of the ark, and the ark cover, and the table of acacia wood, the candlestick, the menorah of pure gold, and the altar of incense. Lezen we dan in vers 37 van het maken van de ark, in vers 6, hij maakt de verzoendeksel, het maken van de tafel, het maken van de kandelaar, het maken van het reukofferaltaar. And then, in Exodus chapter 38, we read of the furnishings that go outside of the tent. The altar of burnt offerings, and the laver of brass with its base. En dan zien we dus ook in vers 38 het maken van het brandofferaltaar en het maken van het wasvat. I hope we all remember this is exactly the order that we saw in Exodus chapter 31 and in Exodus chapter 35. It is a complete inversion of that anomalous order that we saw when Moses first delivers the command for making the tabernacle. In Exodus chapters 25 and 26. Dan zien we dit, dat het eigenlijk totaal omgekeerd is, wat we hier eens lezen, zoals het gebouwd wordt. Exodus 31 en 35, wat totaal omgekeerd is van wat we hebben gezien, de volgorde die is beschreven in Exodus 25 en 26. Inevitably, you need to ask, why was there that switch in chapters 25 and 26 and on? Dan is het onvermijdelijk om de vraag te stellen, wat heeft het doen maken dat dit dus de omgekeerde volgorde is geworden? I think in trying to strike at the deepest message, what that's coming to tell us, not just about the tabernacle, but about our lives. We need to appreciate that there really are fundamentally, two very different orders of things. Is het goed als we kijken naar wat het ons kan leren over ons leven, hoe we het toepasbaar kunnen maken in ons leven, dat er eigenlijk een twee volgorde zijn van dingen? Really,
The order in Exodus chapter 25 and on, in its own way, does make a lot of sense. Want er zit wel een bepaalde logica in Exodus 25 en 26. It's just that it's more of an ideological order than a practical one. Is het zo dat hier eigenlijk meer een ideologische volgorde is dan een praktische? After all, how does this command about building tabernacle begin in the first place? Want hoe begint eigenlijk dit bevel tot het maken van die tabernakel? At the beginning of Exodus chapter 25, God speaks to Moses, tells him to speak to the people of Israel and have them bring for me an offering, the contributions to building the tabernacle, and after the list of everything that goes into the tabernacle in very great brevity, what everyone is given an opportunity to contribute, we read in verse 8, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Staat er in het begin van hoofdstuk 25 genoemd, bij de opdracht dat de Heer tot Mozes sprak en hij zegt tot de Israëlieten dat ze van mij een heffing inzamelen. Maar volgens allerlei dingen met betrekking tot die heffing eindigt het in vers 8 en ze zullen mij een heiligdom maken en ik zal in hun midden wonen. That I may dwell not in the sanctuary, rather that I may dwell among them. Staat dus van he, niet dat, dat God in het heiligdom zal gaan wonen, maar dat ik, staat er geschreven in vers 8, in hun midden zal wonen. This is the essential purpose, the goal, what everything is directed to achieving, that through our making this sanctuary, God will dwell not among the furnishings in the sanctuary, but rather among us. Is dat is het uiteindelijke doel van al deze voorschriften, als het ware, al die dingen die gemaakt moeten worden, is dat God niet te midden van het meubilair in de tabernakel zal gaan wonen, maar in ons midden. Well, what is the focal point of God dwelling among us? Through the sanctuary. Wat is dan het richtpunt als we kijken naar hoe God onder ons, in ons midden, is door dat heiligdom heen? Immediately after this statement, let them make me a sanctuary that I may dwell among them, we read of the actual commands to make the sanctuary, starting with what really is, after all, precisely the focal point of God dwelling among us, the Holy Ark. Is dat wat vrij kort daarna komt, nadat u zegt van ik zal in het midden wonen, staat er beschreven hoe dan de ark moet worden gemaakt. And the Holy Ark is the essence, becomes perfectly obvious when one considers what gets put in the ark. En de ark, dat is een essentieel iets, ook als we lezen wat er in de ark precies geplaatst dient te worden. This is something that is actually repeated more than once in Exodus chapter 25, verse 16, and you shall put into the ark of testimony, the testimony which I shall give you, the Ten Commandments, the tablets of stone. Staat er in vers 16, in de ark zult gij de getuigenis leggen. De 10 geboden dus, de tabletten, zeg maar, met voorschriften. And in verse 21, once again, and in the ark you shall put the testimony that I shall give you. Staat er in vers 21, gij zult het verzoendeksel bovenop de ark leggen. In de ark zult gij de getuigenis leggen, die ik u geven zal. Repeat it obviously, for emphasis. Because this is the essence. Dat is dus waarom het zo benadrukt wordt. Want dit is dus de essentie waar het om gaat.
It is obviously through God revealing himself, God revealing his will and his word, that he dwells in our midst. Is dit de essentie dat waar Gods woord openbaar wordt gemaakt als het ware, dat hij daar in ons midden is? And we'll emphasize an additional dimension. Not only that ability to sense God's presence through the ark, but on a much, much more specific plane, especially for Moses. What was the core of the tabernacle for Moses? Sorry, could you repeat the last bit? Besides the general significance of the ark as the basis for God dwelling in our midst, we focus on the significance of the tabernacle specifically for Moses. Is het zo dat het richtpunt als het ware niet alleen is dat de tabernakel het kern van Gods aanwezigheid, het feit dat dat de basis als het ware is, de tabernakel, maar meer het feit dat de tabernakel ten opzichte van Mozes. In Exodus chapter 25, verse 22. And there the ark and the ark cover. I will meet with you and I will speak with you from above the ark cover, from between the two cherubim, which are upon the ark of the testimony. All the things which I give you in commandment unto the people of Israel. Is dit wat zo treffend is naast aanwezigheid van God, dat hij zegt, en ik zal daar in vers 22 met u samenkomen. En van het verzoendeksel af, tussen de beide gerubs op de ark der getuigenis, over alles met u spreken, wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. And so it was. In Numbers chapter 7, verse 89, and when Moses went into the tent of meeting, that he might speak with him, God might speak with Moses, then he heard the voice speaking to him from above the ark cover that was upon the ark of the testimony, from between the two cherubim. And he, God, spoke to him, to Moses. Staat er in Numeri 7, vers 89. Wanneer nu Mozes de tent der samenkomst binnenging om met hem te spreken, dan hoorde hij een stem die tot hem sprak van boven het verzoendeksel, dat op de ark der getuigenis was, van tussen de beide gerubs, en hij sprak tot hem. Of course, for Moses, the most essential role of the tabernacle is as the framework for God's ongoing revelation to Moses that takes place there above the ark. Wat dit zo treffend is voor wat betreft Mozes, is dat de voortgaande openbaring die God doet in het heiligdom naar Mozes toe. Of course, we should stress that this isn't just significant for Moses. It's significant for each and every one of us. Is dat dit niet alleen van belang is voor Mozes, maar ook van belang voor ieder van ons. Because it is, after all, through that revelation of God to Moses that we have God's word revealed to us. Het is namelijk door die openbaring aan Mozes dat wij het woord nu ook beschikbaar hebben. Now, there's an additional dimension that I think it's important for us to stress here. And we've noted it in other contexts as well. En er is iets goed om hierbij te benadrukken. Dat komt ook nog weer terug. And that is the unique level of Moses and the unique level of his prophecy. Is het unieke, het unieke als het ware aan Mozes en de taak die hij had. As expressed first, in Exodus chapter 6, verses 2 and 3, in comparing the level of Moses with the prophets that came before him, the patriarchs. Is het zoals het in Exodus 6 wordt genoemd, daar komt het belang dus van, de rol van Mozes naar voren. Namelijk het
het noemen van de aartsvaders. Beginning in verse 2, God spoke unto Moses and said to him, I am God, and I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob as God Almighty. But by my name, God, the Tetragrammaton, I made myself not known to them, but I am making myself known to you. Staat er in vers 6, voort sprak God tot Mozes en zeide tot hem, ik ben de Heere. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Maar met mijn naam Heere ben ik hem niet bekend geweest. Likewise, in Numbers chapter 12, God says in rebuke of Miriam and Aaron that my servant Moses is trusted in all my house. With him I speak mouth to mouth, even manifestly, with sight that is not by allegories, and the similitude of God he beholds. So how were you not afraid to speak against my servant, against Moses? He is at a level all by himself. Staat er in vers 6, in nummer 12, vers 6, toen zeide hij, hoor nu naar mij horen. Wie onder u een profeet is, dan maak ik de Heere mij in een gezicht aan hem bekend. In een droom spreek ik tot hem. Niet aldus met mijn knecht Mozes, vertrouwd als hij is in geheel mijn huis. Van mond tot mond spreek ik tot hem, duidelijk en niet in raadselen. Hij aanschouwt de gestalte des Heeren. Waarom hebt gij u dan niet ontzien tegen mijn knecht Mozes te spreken? So, Moses is also qualitatively greater than the prophets were his contemporaries. Blijkt hier dus uit dat Mozes eigenlijk nog groter is dan de profeten, of datgene wat daarvoor komt. And besides being qualitatively different from all prophets who came before him, and all prophets who were contemporaries of his, in Deuteronomy chapter 34, verse 10, the third from last verse of the Torah, and there has not arisen a prophet since in Israel, like Moses, whom God knew face to face. Staat er in vers 10 van Deuteronomium 34, over Mozes in vergelijking met de profeten, staat er zoals Mozes die de Heere gekend heeft van aangezicht tot aangezicht, is er in Israël geen profeet meer opgestaan. So Moses is on every plane, in a category by himself, a unique level of prophecy unachieved by any other prophet. Is datgene wat Mozes toebedeeld kreeg, ongeëvenaard aan alle profeten die daarvoor daarna zijn gekomen. You know, in Exodus chapter 34, this uniqueness of Moses has a practical, tangible expression that we can actually sense. Is het unieke in Exodus 34 wat er genoemd wordt, is dat Mozes God kon ervaren. In chapter 34, verse 29, and it came to pass, when Moses came down from Mount Sinai with the two tablets of the testimony in Moses' hand, when he came down from the mount, that Moses knew not that the skin of his face had become radiant, sent forth beams of light, while God had spoken with him. Staat er in vers 29 van Exodus 34. Toen Mozes van de berg Sinaï daalde, de twee tafelen der getuigenis, die waren in zijn hand van Mozes, toen hij van de berg afdaalde, wist hij niet dat de huid van zijn gelaat straalde, doordat hij met de Heere gesproken had. Why am I emphasizing these beams of light? Waarom leg ik zoveel nadruk op die op dat licht wat van zijn gelaat afstraalt? Simply this: Moses does not cast or see any shadow at all for him. All is light. Is dat Mozes wat hij gezien heeft, waar geheel geen schaduw is, maar wat eigenlijk alleen maar licht is?
this in marked contrast to Bezalel. Dit in vergelijking met datgene wat verteld is over Bezalel. The very name Bezalel, we should know, in Hebrew means in the shadow of God. Staat er Bezalel, wat in het Hebreeuws betekent in de schaduw van God. Now this is a very strange expression, in the shadow of God. We usually don't think of God as casting a shadow. Dat is eigenlijk een vreemde uitdrukking, want ja, in de schaduw van God. And again, we'll stress, Moses doesn't cast a shadow, because Moses is all light. En het is misschien goed te noemen dat dus bij Mozes alleen maar licht was, geen schaduw. What could possibly be bad about being all light? Wat zou er nou verkeerd kunnen zijn aan nog meer licht? Well, of course, it's not a matter of bad or good. Gaat hier niet over goed of slecht. But it is a matter of recognizing that we live in a world that is often dark. Maar is het wel goed om te beseffen dat we in een wereld leven die heel vaak duister is? If we're only capable of viewing the world from the perspective of light, we may be very limited in what we can achieve for others who live in a world of darkness. Is het zo dat als we kijken naar de wereld vanuit dat licht, dat we dan heel anders kijken naar hoe we mensen tegemoet kunnen treden ten opzichte van een wereld die duister is? Remember, at the outset, we commented that it makes a lot of sense to first make the structure and then put in the furniture. En dan komen we terug op hetgeen wat we eerst hebben besproken, dat het logisch is dat je eerst begint met het gebouw en daarna met het meubilair. That's a practical consideration that makes a lot of sense to us. Dat is een praktische werkwijze die heel logisch ons in de oren klinkt. For Moses, ethical considerations simply don't exist. He's beyond that. Maar voor Mozes is datgene wat ons logisch in de oren klinkt, dat is al voorbij. For Moses, all that matters is the ark. And to a secondary degree, the other vessels that are inside the tent of meeting, sanctuary. Are the means through which we connect with God, through which God is revealed to the world. Is dat hetgene wat voor Mozes van belang was, was de ark en alle andere meubilair wat zich in het heiligdom bevond. Datgene waar het goddelijk als daar naar buiten toe komt. So Moses gives us an order in Exodus chapter 25 and on, that is an order of ranking, connecting with God. Is de volgorde die wordt beschreven in Exodus 25 en 26 een van licht, een van connectie zoeken met God? It's not an order that's meant to be practical. Het is geen orde die als doel had om praktisch te zijn. Because when your skin becomes beams of light, you're beyond thinking about practicality. Want als je gelaat verlicht is geweest, dan ben je het praktische al voorbij. Indeed, in the verse before we read of his skin becoming beams of light, we read that for 40 days and 40 nights he did neither eat bread nor drink water. He was completely beyond this world, and so he remained beyond this world. Staat er voor Exodus 34 genoemd dat hij bij de Heere was 40 dagen en 40 nachten waarin hij geen brood at nog water dronk. Dus hij was eigenlijk deze wereld al voorbij. So we're not beyond the world. We're in the world. Dan zijn we niet uit deze wereld, wij bevinden ons in de wereld. The purpose of the tabernacle is to have something physical, tangible, in this world,
that enables us to connect with God. Is datgene wat zich in het heiligdom bevond een uitwerking waardoor we connectie kunnen zoeken met God? To make that, you need to take this world seriously. Sorry, the last sentence? You need to take this world seriously in order to be able to make something that enables us to connect with God in this world. Is dat hij deze wereld serieus neemt door iets padpaars te maken van God in deze wereld? In some sense, Moses does not take this world seriously. He can't. He's simply too far beyond this world. Op een bepaalde wijze is Moses deze wereld al voorbij. Hij is eigenlijk niet meer met het praktische bezig, maar deze wereld al voorbij. Moses is beyond this world, but we are not. Moses is deze wereld misschien al voorbij, maar wij zijn dat nog niet. And Bezalel isn't either. En bij Bezalel is dat dus ook niet zo. He is the one who translates the exalted idea of Moses into the real world to make a real sanctuary through which we can really connect with God. Bezalel is eigenlijk degene die de verheven ideeën van Mozes doorvertaald heeft naar een praktische wijze, waarop wij op een praktische wijze God kunnen ontmoeten in deze wereld. And, you know, tantalizingly, what that means is Bezalel teaches us a whole new lesson about going in God's footsteps. En wat eigenlijk het bijzondere is, is dat Bezalel ons hier een les leert over het navolgen van God in zijn voetsporen. Remember the expression that we saw in Exodus chapter 35 and similarly in Exodus chapter 36, and it came from Exodus chapter 31, that God filled Bezalel with the Spirit of God in wisdom, in understanding, or sagacity, and in knowledge. Is wat je misschien nog wel kan herinneren, wat we besproken hebben in Exodus 35 en 36, datgene wat er genoemd staat, nadat Bezalel, de zoon van Uri, de zoon van Hur uit de stam Juda, bij naam geroepen en heeft, staat er dan, hem vervuld met Gods geest, met wijsheid, inzicht en kennis. In our tradition it is noteworthy that those very attributes are ascribed to God in creating the universe. En over die wijsheid wordt dus ook gesproken. Als je kijkt hoe de Bijbel het heeft als het universum door God wordt gemaakt. En wat voor wijsheid dat is geweest. We'll start with Psalm 104, verse 24. How manifold are your works, O God, in wisdom you made them all. Staat er, hoe bijzonder zijn uw werken, O Heer. Ik kan het nog even bijhalen, maar hoe bijzonder zijn uw werken, o Heer, in wijsheid heeft u ze allemaal gemaakt. Goed. In Psalm 136, verse 5. To him that by understanding, sagacity, made the heavens, for his mercy endures forever. Second aspect, sagacity. Staat er dus, tweede aspect. Psalm 136, vers 5, die met verstand de hemel schiep. Onze goede tierenheid is tot een eeuwigheid. And similarly, the self same verse, exactly appearing in both Jeremiah chapter 10, verse 12, and again in chapter 51, verse 15. He who made the earth by his power, who has established the world by his wisdom, and has stretched out the heavens by his understanding, his sagacity. Staat dus in Jeremia 10, vers 12. Want hij maakte de aarde door zijn kracht. Hij bereidt de wereld toe door zijn wijsheid. En breidt de hemel uit door zijn verstand. So once again, both wisdom and sagacity are described as the agents of God in creating the world. Dus dat doorgronden, dat verstand, wordt er dus ook bijgehaald als we het hebben over hoe God de wereld schiep.
in Proverbs chapter 3, verses 19 and 20, we see the whole threesome. God, by wisdom, founded the earth. By understanding, sagacity, he established the heavens. By his knowledge, the depths were broken up. Again, wisdom, understanding or sagacity, and knowledge. The self-same threesome that we encounter with Bezalel in Exodus chapter 35 and earlier on in Exodus chapter 31. Staat er dus in, kijk ook, Spreuken 3, vers 19, hij heeft, staat weer die volgorde genoemd. De Heer heeft door wijsheid de aarde gegrond, door verstand de hemelen vastgesteld. Door zijn kennis zijn de waterdiepten gekliept. Hetzelfde volgorde die je terugziet in Exodus 35. That describes the process of creation. Because what creation means, even though we don't really understand, is that God takes abstractions that are far, far beyond this world and makes them concrete, makes them real, actual in this world that we inhabit, through which we are summoned to strive to serve Him. Is dat wat hier dus uit blijkt, met het scheppen van de aarde enzovoort, dat we op een praktische manier dat uit kunnen werken, zodat we dus ons uit kunnen strekken naar het goddelijke. Again, to do that, you need to take the world seriously. Om dat te kunnen, moeten we de wereld serieus nemen. God does. Bezalel did. Moses, on some very subtle plane, could not. Is dat hetgene wat God doet, de wereld serieus nemen? Bezalel ook. En Moses op bepaalde vlakken dat niet kon. Ironically, because Moses was on such a transcendent spiritual plane, he couldn't be the one. Build a sanctuary. Is het zo dat Mozes dat ironisch genoeg zo, ja, dat zich in een hele toestand bevond, dat hij niet degene kon zijn die ook die ark bouwde? Moses is all in the light. Bezalel is in the shadows. Is het zo dat Mozes zich dus in het volle licht bevindt? Wees alleen al in de schaduw. In the shadows. Viewing the ideal from the perspective of the real, he's able to actualize the ideal in this world. Is het zo dat Wees alleen al de rol vervulde van iemand die naar het ideale plaatje keek, maar ook vervolgens naar het reële plaatje en dus het ideale wist te vertalen naar het reële? The extraordinary mission of translating the loftiest ideals into the actual, into the real in this world. That is what Bezalel represents. En Bezalel staat dus eigenlijk voor het feit dat je verheven ideeën hebt die je op een praktische, vatbare manier weet door te vertalen in deze wereld. That. Of course, ultimately, is what each and every one of us is summoned to do through the greatest of gifts that God gives each and every one of us. Life. Life in this world with its challenges. Is dat het grootste geschenk wat God ons kan geven, namelijk het leven te midden van moeilijkheden, van uitdagingen. Gives us the opportunity to take the lofty ideals and make them real. And thus to take this world and make it holy. Is het dus zo, de uitdaging ligt om het die verheven ideeën praktisch te maken?
That's the lesson we can learn from Bezalel. Ironically, not so much from Moses, most of all from Bezalel, and from the comparison of the idealized order of Moses in Exodus chapter 25 and 26 versus the real order of actually building something holy in this world through Bezalel in Exodus chapters 36, 37, and 38. En is dat dus hetgene wat we kunnen leren als we kijken naar de volgorde zoals die is neergelegd door Mozes in Exodus 25 en 26 en de praktische, vatbare wijze waarop Bezalel dat heeft gedaan in Exodus 35, 36 enzovoorts. Doing that is the greatest blessing in this world. Dat te mogen doen is de grootste zegen dat we kunnen doen in deze wereld. May we follow in his footsteps. Dat we in zijn voetstappen mogen volgen. God bless you. God zegen.